Maarschalkerwaard? Ja. Oké, okay, nou. We zitten hier met... We zitten hier met Mira Donkers en Erik Maarschalkerwaard. Ja? Ja. Heb ik hem zo goed? Ja. Bam! Ja, we zitten bij Helmen van Verhalen. Jullie hebben het... dit is het kunstwerk wat voor jou is gemaakt, Mira. Ja, Hoe is het ontvangen? Wat was jouw eerste reactie toen je toen de onthulling was? Hartstikke mooi. En dat denk ik, nu het hier in bij deze expositie staat, vind ik alleen nog maar steeds mooier geworden. Hè? Alles mooi bij elkaar neergezet. Ja, hartstikke trots op wat Erik heeft gemaakt. Oké. Okay. Ja, nou, Erik, waar kijken we naar? We kijken, als we deze foto zien, naar een wereldkaart waarvoor twee helmen staan. Die twee helmen staan eigenlijk symbool voor het front en het thuisfront. In de uitwerking van mijn project heb ik de nadruk gelegd op het belang van het thuisfront van degene die eigenlijk op vredesmissie ging. Ik had ook een beetje voor ogen op een gegeven moment... om een soort van schaakspel te maken, een koning en een koningin. Mm-hmm. Als achtergrondgedachte ook, je hebt een verhaal waarbij grenzen worden beslecht door koningen, generaals, keizers. En eigenlijk de gewone man, de pionnen moeten het voor elkaar krijgen. En ik vond het gewoon belangrijk dat iemand als Rob Donkers, die op vredesmissie ging, ook een podium verdiende. Ja, want u bent de weduwe van de desbetreffende veteraan. Ja, dat klopt. Wat is het verhaal van uw man? Het verhaal van mijn man, dat is dat hij eigenlijk in de periode dat wij elkaar kenden, ging hij tijdens deze missie voor de tweede keer naar Afghanistan. Het jaar van tevoren was hij al in Afghanistan geweest. En hij was bij de Limburgse Jagers terechtgekomen als AMV'er, verpleegkundige, algemeen militair verpleegkundige. En dat was eigenlijk binnen een jaar tijd, werd hij twee keer uitgezonden. Ik was op dat moment zwanger van onze zoon. En we hebben toch de keuze gemaakt samen dat hij deze missie met zijn eigen kameraden zeg maar mee zou gaan naar Afghanistan. En dat gebeurde. In maart is hij vertrokken. Uiteindelijk 16 maart. Het zou een paar dagen eerder zijn. Er waren wat problemen met het vliegtuig. Uiteindelijk is hij de 15e heb ik hem weggebracht. 15 maart en 16 maart is hij uiteindelijk pas vertrokken. En op 6 april had ik iemand voor mijn deur staan met de mededeling dat mijn man was overleden. Nee. Omgekomen tijdens een... echt een ongeluk met een Patria-voertuig dat gekanteld is tijdens een wegverzakking. Ja, ze moesten die rivier oversteken en daar is het op de weg daar naartoe is het misgegaan. En is hij, die auto is, het panzervoertuig is gekanteld. Hij zat boven Luiks en is niet meer naar het voertuig in kunnen komen en uiteindelijk onder het voertuig terechtgekomen. Maar niet eens door een aanval of vijandelijke interventie. Dus nee. Door de risico van in ondoordringbare gebieden zijn en zo. Ja. Bizar is dat, ja. Ja. Dit kunstwerk wat is gemaakt, is natuurlijk voor de veteraan, maar is het ook een beetje voor haar? Voor vooral, Mira? Vooral voor Mira. Eigenlijk in de eerste ontmoeting in november 2020 was het denk ik, in Heerlen. Ja, ja. Ik kende Mira daarvoor nog niet, maar ze heeft het verhaal verteld. Een langere versie dan hoe het nu wordt verteld. En in haar verhaal noemde ze op een gegeven moment... ik denk de kracht van liefde over wat er tussen jullie twee was. Ja. En dat is eigenlijk wel de focus gebleven hoe ik het project ben ingegaan. Dus eigenlijk... Ja, de niet aanwijsbare of wat er is.
er is iets, ook al is Rob ver weg op missie, maar je blijft altijd verbonden met elkaar. Wat betekent het kunstwerk voor jou, Mira? Voor mij betekent het kunstwerk echt een eerbetoon aan Rob. Aan het werk wat hij, aan zijn hele, ja, vele collega's, wat zij doen. Ja, ik blijf dat bijzonder vinden. En ja, voor mij is dit gewoon, ja, Rob is dood. Hè? Lijfelijk is hij hier niet meer. Maar met het kunstwerk probeer ik hem levend te houden. Hè? Dat zijn verhalen gewoon verteld blijft worden. Ja, dat vind ik het mooie van dit hele project en het kunstwerk. Hè? Het is niet alleen het kunstwerk wat er staat. Het hele verhaal is opgetekend. Een videocompilatie is gemaakt en dat is voor mij denk ik het allerbelangrijkste. Ik ben hierin niet belangrijk, het is echt het verhaal van Rob. Ik wil dat zijn werk, hetgeen waarvoor hij stond, voor onze veiligheid, dat voort blijft leven. Ja. Dat is eigenlijk wat ik het belangrijkste hieraan vind. Want hoe zijn jullie dat proces doorlopen? Want het is natuurlijk niet, ja, je moet het via haar beleven zoals hij dat dan heeft gedaan. Klopt, ja. Ja. Ik had in het begin denk ik wel een soort van terughoudendheid om nog dieper vragen te stellen. Maar eigenlijk heb je dat meteen in het begin wel weggenomen. Dat ik gewoon alles kon vragen om het project maar vooruit te krijgen. En dat vond ik eigenlijk ook wel het mooie aan het proces. Ik heb kaartjes gestuurd. Ik ben een keer bij jou op bezoek geweest. Ja. We hebben ook over allerlei andere dingen gesproken. En eigenlijk, ja, de belangrijkheid van dat proces, dat vind ik ook wel mooi dat dat hierin in zit. Ja. Rob heeft zijn eigen postzegel gekregen, zijn eigen aanzichtkaarten. Ja, dat is gewoon mooi. Is dit kunstwerk voor jou op een of andere manier een verlossing of iets dergelijks? Een verlossing? Ja, als iets wat binnen zat nu naar buiten komt, is dat... Nee, zo ervaar ik het zelf niet. Niet voor mijzelf inderdaad. Ik denk, ik ben altijd wel vrij open geweest in het delen van ons verhaal. Maar wat niet wegneemt, dat het nog altijd een stukje is en wat nog steeds blijft raken. Het is voor ons nu 15 jaar geleden dat hij is overleden. En ook weer afgelopen week kregen van Amy de film, zeg maar, de hele compilatie van haar wat Erik vertelt. Het proces, hoe het tot nu toe is gegaan. En ik merk, het blijft me wel nog steeds raken. Ja. Maar ja, het voelt voor mij niet als een verlossing. Het is niet, ja, heel veel militairen die hebben natuurlijk iets waar ze moeilijk over praten, wat dan hier in deze zin wordt gematerialiseerd. Ja. Dat is voor jou natuurlijk iets anders. Ja, ja. En ik denk, wat ik uit mijn eigen omgeving en ervaring met militairen heb, ja, het is en blijft een apart wereldje. En vooral die beginjaren blijven die verhalen, zeg maar, heel erg bij hunzelf. En ik denk dat ik vanaf het begin wel heel open ben geweest in mijn verhaal. Dus ik heb altijd mijn verhaal gedeeld. Is dat makkelijker geweest, denk je? Of juist een extra uitdaging? Ja, misschien wel allebei. Kijk, maar als je aan zo'n project begint, ja, je hebt je eigen manier van werken en ideeën, maar je wil juist ook het verhaal op een juiste manier vertalen. Dus dat een beetje ook van aftasten welke kant het op zou moeten gaan. Terwijl, ja, die kracht van liefde, dat zat er meteen in dat het daarover zou moeten gaan. En die verbondenheid. Hoe is die liefde terug te vinden in het kunstwerk? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de helm met teksten, daar zijn drie tekst verwerkt. Een songtekst van de Temper Trap. Die hebben een bekend nummer, Sweet Disposition. Maakt een aantal jaren geleden. En ik las die tekst terug en ja, ik vond hem meteen passen bij het verhaal. Dus die heb ik daarin verwerkt. Andere tekst is van een Afghaanse dichter die niet zo lang geleden is overleden. Hij heeft 20 jaar ook in Nederland gewoond. Mm-hmm. Ik moet even lezen. Homaira Nakatashkirzadi. Een gedicht over ook. In het gedicht heet Vrijheid, maar daarin komt wel ook de liefde voor als belangrijkste bron om het leven en de wereld vooruit te helpen. En als derde heb ik zelf een tekst over Mira en Rob geschreven. Ook
als vertaling van wat ik van jou heb gehoord en mijn eigen bevindingen daarin. Oké. Ga je voorlezen? Of? Nee, ik ga hem niet voorlezen. Ja. Dan moet je maar komen kijken, inderdaad. Ja, hè? Ja, precies. Ja. Nee, goed. Hebben jullie nog iets verder toe te voegen? Misschien naar elkaar of verder additief op het hele event? Dat wil ik nog wel even vragen. Hoe ervaar jij dit nu zo in zijn geheel? Helemaal inderdaad als vrouw van. Om dus nu al die verhalen zo te zien. Ja, mooi hè. Dan denk ik uiteindelijk is dit een beetje mijn eindpunt, denk ik dan. Hè, van het hele project. Hè. Je bent erin meegegroeid. Door corona heeft het volgens mij ook nog extra lang wel geduurd. Wat ik heel bijzonder vond gedurende het project is dat Erik ook tussendoor, dan kreeg ik weer een kaartje toegestuurd. Ja, heel fijn. Hè? Inderdaad, tussendoor dat contact nog met elkaar gehad. Ja, heel bijzonder. Hè? Je bent toch nieuwsgierig naar de verhalen van anderen. En ja, bijzonder hoe iedere kunstenaar dat op zijn eigen wijze en met zijn eigen materialen tot uiting heeft gebracht. Hè? Nu als je hier rondloopt inderdaad, net ook met een veteraan gesproken. Ja, dat raakt wel. Hè? Ieder zijn eigen verhaal, hè? Wat je dan leest. En je spreekt mensen even, mensen met tranen in hun ogen. Geëmotioneerd zijn door hun eigen verhaal. Ja, ja, heel bijzonder om dit mee te maken. Dus iedereen zijn eigen invalshoek en iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ja. En hoe heb jij het ervaren om dit te mogen doen? Eerst wel als een opgave, maar daarna ook wel super belangrijk. En ja, de bedoeling daarvan ingezien, zeker als je nu kijkt hoe de wereld eruit ziet. Het is zo belangrijk dat we zelf in de achteruitkijkspiegel blijven kijken van dat we leren van de geschiedenis. En soms, ja, voor sommige mensen blijkt dat toch moeilijk te zijn. Maar het wordt zo abstract naarmate het langer verdwijnt. Precies. In de achtergrond. Hè? Maar juist door een project als dit en ook vanuit verschillende invalshoeken te kijken wat het belang is van vredesmissies, ja, dat we daar toch van leren voor de toekomst. Ja. Nou, dat vind ik mooi. Dan denk ik dat ik hem hier beëindigd. Goed. Helemaal goed. Dankjewel. Hartstikke bedankt voor jullie gesprekken. Dankjewel. Heel bedankt, dankjewel. Ja, oh. Bumpertje. Zo, hier. Officieel.